Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zal zelf de kwestie van het niet afdragen van ingehouden gelden van het personeel van Zeelands Hospitaal aanpakken. Dit heeft de bewindsman in het weekend doorgegeven aan bondsvoorzitter Imro Edam. Het hospitaal heeft vanaf maart inhoudingen gepleegd op de salarissen van het personeel en die niet overgedragen aan onder meer de banken. Hierdoor zijn de afbetalingen van hypotheken en leningen in gevaar gekomen. Volgens Edam hebben de personeelsleden al aanmaningen en boeterentes gehad. De bond maakte al in een vroeg stadium contact met de directie omtrent de kwestie. Maar een aanpak bleef uit. Volgens Edam gaat de minister nu zijn uiterste best doen om een oplossing te brengen in deze kwestie. Ik kom nu uit een vergadering met de directie. Maar hetgeen wat we besproken hebben, het zou nu prematuur zijn om dat prijs te geven. Het zou wel goed zijn na morgen dat we dat kunnen, omdat we een vervolggesprek later de avonduren hebben. En na morgen, dan zal ik wel degelijk op ingaan. En het personeel, is die al eventjes wat gerustgesteld over de situatie? Ja, volgens afspraak van morgen 7 uur hebben de mensen zich aangemeld daar bij de vlaggenmast. Ik heb ze voorgehouden wat ik allemaal het weekend heb gedaan met de minister, althans... Hetgeen dat de minister zijn toezegging heeft gedaan, heb ik doorgespeeld aan de medewerkers. En ze hebben begrip daarvoor. En ze wachten ook de afspraken dat we hadden, dat we normaliter regulier elke 26 van de maand met de directie. Maar 26 was gisteren, dus vandaag is het geschied. Maar hij heeft ook toen gevraagd, zeg, laten we in de avonduren via mail, gaat hij me op de hoogte zetten qua de stand van zaken. Aldus voorzitter Imro Edam van de bond bij het Zeelands Hospitaal. Minister Pengel van Volksgezondheid heeft aangegeven dat hij nu zelf de kwestie zal aanpakken.